De verkeersweg van Utrecht naar Arnhem wordt verbreed. Bij graafwerkzaamheden die hiermee verband houden, zijn in de buurt van Renen scherven van eeuwenoud aardewerk aan de oppervlakte gekomen. De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is daarop onmiddellijk begonnen het terrein voorzichtig en systematisch af te graven. Het bleek toen dat men gestoten was op een oude begraafplaats van de Franken uit de Merovingische tijd, ongeveer 6e eeuw na Christus. Naast tal van urnen met verbrande beenderen kwamen er ook verschillende gebruiksvoorwerpen en sieraden tevoorschijn. En nog steeds doet men nieuwe vondsten. Elk voorwerp wordt in het laboratorium van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort zorgvuldig schoongemaakt. Maar zelden zijn de vondsten zo gaaf als deze. Meestal is het dan ook een passen en meten en lijmen. Uit een hoopje scherven ontstaan zo weer sierlijke potten en kannetjes. Het aardewerk werd op de draaischijf vervaardigd. Sommig aardewerk verraadt door zijn vorm de invloed van de laat-Romeinse beschaving. Het blijkt dat glas reeds bij de Franken voor het maken van gebruiksvoorwerpen bekend was. Men kende eveneens sieraden van glas en ook van barnsteen. Dit laatste bewijst dat er handel moet hebben bestaan met andere delen van Europa. Voor de kleding werden fraaie spelden gebruikt van brons of zilver, gedeeltelijk verguld en met half edelstenen ingelegd. De Franken verwijderden hun baard met een baardtangetje waarmee de haren stuk voor stuk werden uitgetrokken. Stel je voor. De ontdekking van de begraafplaats bij Renen is zeer waarschijnlijk van grote betekenis voor onze kennis omtrent het leven in ons land in de 6e en 7e eeuw.